Welkom bij weer een nieuwe vlog en sorry voor de delay. We hebben daverend idee om morgen met 30 graden de wintercollectie te shooten. Oh, ik lijk al gaaf als straks in mijn haarlak. Maar ik vind het altijd wel een feestje als een klont thuis komt. Het is vandaag vaderdag. Alles heb je hier. Hele appetijp doorzocht en niks in het roze. En die kleine baby geeft heel veel hormoontjes af, want ik heb nog nooit zo'n rommelige huid gehad. Normaal gesproken maak ik dit nooit, maar hè? Dat zullen wel de hormoontjes zijn. Maar dit is toch net het buitenland zo? Drie musketeer. Ik voel het gewoon, auw! Hij heeft gewoon een bijt. Dag hè. Nou, het is een enig licht. Ja. Het is wel een beetje laag. Vind je nog hoger? Nou, vind ik wel. Je lippen is raar, Jill. Nou ja, zeg. Hoor je dat? Met mijn lippen. Ik ben Kim Kardashian. Ben ik geen Kim Kardashian? Dat is nou jammer. Dat is nou jammer. Papa? Dat je dat nou zegt, dat ik geen Kim Kardashian ben. Ten eerste, welkom bij weer een nieuwe vlog en sorry voor de delay, maar ik zag niet zoveel in dit vlogje en in het vorige vlogje ook niet. Dus we hebben iets meer gefilmd zodat ik met mijn koppie weer in het vlog zit. Ik had het al uitgelegd volgens mij in deze vlog, aangezien mama per ongeluk Jules de camera heeft gemold. Met thee. En je zegt dat het mijn camera was overigens. Ja, maar ja, ik bedoel, we wilden ook de belangrijke momenten filmen. En dit was nu eigenlijk met de babykamer, dat wil je toch allemaal wel gefilmd hebben. Dus vandaar dat je nu mij iets meer zag en dat hij bij mij thuis ook was Jules. Ik vond er niet heel veel mensen erg. Oh, ik zie het niet. Oh, het is echt heel erg. Oh, gaat natuurlijk. Zo? Ja. Dus vandaar dat de vlog iets langer duurde en dat we nu genoeg leuke variërend beeldmateriaal voor jullie hebben. En niet alleen maar eenzijdig, alleen maar van mij thuis. Maar wat gaan jullie zien in deze regenvlog is hoe ik met Romee en Mike naar het strand ga om lekker te eten. Ook ga ik met mama naar de Albert Kuip om babystof uit te zoeken voor de gordijnen en voor de babykamer. En daarna gaan we ook met Jan en Liz naar Izakaya om sushi te eten. En we shooten onze nieuwste wintercollectie in 30 graden. En we gaan met de hele familie gourmetten met alle hondjes voor vaderdag. Dus dit wordt eigenlijk een family vlog. Overal met de familie. Dus wil je het nou zien? Blijf kijken, blijf abonneren en duimpje omhoog. Love, fijners. Het is wel heel wit, staat hij. Nou ja, dat is ook goed. Wat is er, vriend? Ik ga met mama naar de stopbal. Over de kut. Handenkam. Oh ja. Voor de babykamer, gordijnen en aankleedhoes. En misschien wel leuke kussentjes, dekentjes. Mama kan alles, dus we kunnen alle kanten op. Alicante, misschien worden we van Alicante. Hoezo is ze overlicht? En Jan en Betje zijn er. Oh, ze waren er toch al? Ze ben ik zo donker. Oh. Tadaa! En mijn baby Billy. We zijn op zoektocht, maar het lukt niet hè, mam. Eerst niks in het roze. Echt alles heb je hier. Hele appetijt doorzocht en niks in het roze. Wat ik leuk vind dan. Oh. Tadaa! Ik wil het toch nog even trouwen. Nou, is het kijk even naar jezelf. Ja. Kijk dan. Liz heeft ook je beentjes gedaan. Leuk hè? Van. Het stof is niet gelukt, maar desalniettemin zitten we bij Izakaya. Gezellig lekker buiten, het zonnetje. Deze panter. De panter en de leopard. We hebben net lekker gemberteentje en ik ga sushi eten en heerlijke gerechtjes. Ik heb alleen heel slecht licht hier. Ja. Zo is beter. Ja. Eerste edamame, edamame, edamame. Edamame met ons. Edamame met ons. Edamame. Oh, dit is mijn lievelingssalade. Zo lekker. Sushi has arrived. En mais. Het ziet er ook wel lekker uit, hè, weet je? Ik kan er hier geen goede foto maken. Oh nee, oh nee, oh nee. Stress. Mary. Ah. Wacht, hij schermt niet stil. Hij schermt niet stil. Hij stelt hem niet scherp. Over de babykamer en over de Albert Kuip. Heb je daar nog wat gevonden? Nou, ik had dus wel verwacht dat ik daar mijn ideale babystofje zou vinden. Ik wilde eigenlijk het printje van Dior, dus dat heet Tour de Jour. Tour de Jour? Trois de Jour, denk ik. Nou, moet dat nou? Het is eigenlijk een beetje met girafjes, blaadjes, olifantjes, pantertjes en gewoon een beetje tiro-lantijntjes, rolls. Maar het hadden ze dus echt nergens. En Albert Kuip is wel echt een van de meeste plekken waar je heel veel stof kan vinden. Dus nee, dat is niet gelukt. Maar ik heb wel heel mooi stof gevonden voor de bank. Dat heb ik ook gefilmd in deze vlog. Voor mijn huiskamer iets meer op te pimpen en toch een rustige print in dezelfde kleur van de bank. Dus daar is je mama niet heel blij mee, maar het is wel tenminste de kleur van de bank. En dat heeft mama natuurlijk gemaakt, die kussensloopjes voor jou. Ja, die heeft ze eigenlijk binnen één dagje voor mij eromheen gedaan. Dus dat is wel leuker woonkamertje geworden. Maar als jullie dus ideeën hebben waar ik dat kan halen, help me out. Want ik heb nog steeds zwarte gordijnen en dat wil ik echt niet hebben. De babykamer. Maar je kan toch wel gewoon mooie blush gordijntjes zoeken? Ja. Nee?
Wat een weer. Van heel hoog zomer naar regen. Ik ben gezellig met mijn vriendinnetje. Mm. En ik wilde de appeltaart filmen, maar ik had zo'n honger met Loes. We zijn meteen begonnen. Hij is zo lekker. Het zou echt geen lekker weer zijn. En het is hier echt stik en stik en stik heet. Ja. En we hebben lekker healthy limo. En ik krijg zo'n een eiersalade broodje. Dus eet ik gewoon taart op. Ga je maar lekker vloggen? Ja, ga je nog maar wat voor mij over? Doosje? Nee. Oh nee, oh my god, dit is de eiersalade. Ik zie nog geen eiersalade. Heb jij dit nou zo neergezet? Nee, ja, dat zat zo in het bakje, maar die viel om. Kijk. Oh. Ik denk dat moet ik eruit halen, oh, ja, anders gaat het fout. Nee, ik denk, wat doe jij? En Loes Poes, wat heb jij? Ik heb muamara met feta en walnootjes en dingetjes. Maar is toch zoete aardappel? Is zoete aardappel. Ja, dit is muamara. Oh, dat onder. Oh my god. Wat lekker. Het is vandaag. Nou. Doe het. Het is vandaag vaderdag. En ik ga met Chirietje mee en Frankie. Blijf thuis, hè, Chiri? Het zijn gewoon de dames alleen vandaag. Het is vandaag vaderdag. Yes, voor allebei de vaders. Woehoe! Ja, dat klopt, ja. Ja, dat klopt, hè. Helemaal waar. Dus wij gaan lekker gourmetten. Bij mama dus. Je bent hartstikke goed aan het filmen. En zoals jullie zien heeft mama het weer beeldig opgedekt. En gaan wij, even die kant, lekker gourmetten. Pak even wat lunch. Ja, lekker eten. Eten, eten. En stinkjes en suiker tussen ons in. Spoiled bread. Oh, daar gaat ze. Ja, hoezo? Je ziet er hartstikke leuk uit. Nou. Oké, ik stop met filmen. Hi. Een beetje verbrand vandaag. Kijk, daar is ze. Ziet er hartstikke leuk uit. Wel, wel waar. Hartstikke mooi. Hoi mama. Nou, het is echt alsof we uit eten zijn hoor. De kelner van vanavond. Waar smaken wij naar? Een rozengaarden. Met een beetje slaaf. Druiven. Rozengaard, schat. Het zijn rozen. Het zijn rozen. Rozengaard. Oh, kijk ons botertje nou hier neer staan. Doe jij het midden zitten, pap? Of volg ik de barbecue in? Ja, ga je er beter bij. Ja, maar ik ga toch niet zo met vleesjes eten. Nee. Pak je vleesje handen aan, dus kom ik mee van. Ja, dat maakt niet uit. We moeten oppassen. Van deze kant is het veel meer. Dan moet je even. Wil ik het eten, lief? Als je zo man. Zo flamant. Zo flamant. Hé, dat is leuk voor Marie. Hij zegt, je bent zo flamant. Ja, charmant, flamant. Zitten we? Mag de kaas hebben we het klaar? En voor jullie denken, waarvoor zijn Daan en Jaime niet bij? Daan heeft net zijn ogen laten lezen. En Jaime is heel ziekjes, dus hij is met Frankie. Wil je water, Marie? In deze of in die? Maakt niet uit. En ik zit onder de neusjes door mijn meisje. Zie je dat? Ik heb even geen make-up gedaan vandaag. Wat? Kijk nou, het is een volle gang hoor. Ik heb een pannenkoekje met banaantjes. Ik heb er twee. Dit lijkt een beetje op. Oh. Ik heb alleen maar kaasvoorraad. Een? Hartje. Ik zie het niet. Oh, van op deze pak hij beter af. Oh. Dan lijkt me wel even. Jij mag niet vies die biefstuk. Ja, dat is beter een hartje. Ja, is van mij. Mam, 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 mam. Van onderaar, hè? We hebben banken, maar nee hoor. En uno. Tot. Tres. En de laatste. Nee. Hoe gezellig was vaderdag? Onwijs gezellig. We hadden eigenlijk niet zo'n mega planning gemaakt, maar we zeiden opeens vrijdag van, hey, laten we nog iets wat voor vaderdag doen. Toen dachten we, zullen we gaan barbecue, want het zo mooi weer was. Toen dachten we, nee, we gaan weer vaak metten. En we hebben echt, nou, ik heb denk ik echt wel 10 jaar lang niet gecoumet. Echt super leuk. Dat is leuk met je eigen pannetjes en eigen vleesjes en eigen dingetjes. Dus dat was eigenlijk super gezellig. En de hele fan was erbij. Behalve Daan, die heeft net zijn ogen laten lezen. Ja. En jij was ziek. Oh ja, ik wilde zeggen, wat was met jou? Ja. Jij was ziek. Dus voor de vraag waarom Mike er als eentje bij is, eentje bij. Oh, hij heeft zijn luier. Hij is aan het verschillen. Pinky. Dan weten jullie dat ook. Stouterd. Pinky. Oh, kijk hem nou. Ja. Ja. Dat hoop je alleen al. Dus het gourmet was super gezellig met Fam. Even als ouderwets gezellig. Alleen zonder Daan en jij. There she is. There's Julie Reiner's Frankie. Oh, oh no. Good morning. It's Monday. Oh ja. Hallo. Wij gaan lekker naar werk toe. En even boodschapjes doen. Ik ga je helpen. Holy shit. Ook doen? Ja. Nou, we hebben een kantoordagje achter de rug. We hebben het daverend idee om morgen met 30 graden de wintercollectie te shooten. Als je nu een spot in Amsterdam. Met bruikbolle stijl. En wolle stijls aan. En we zijn nog steeds helemaal goed. Maar ja, ik wilde net zoals vandaag, ik wil gewoon zo'n vinnetje mee. Stink in mijn nek.
Maag vol geladen, bench al, want mama gaat nu natuurlijk op de hondjes passen. En Frenkie mag nog steeds niet lopen. En gewoon respect voor Marie, gewoon met zwanger. Een hele dag zitten. Ja, van 8 uur 's ochtends tot minimaal 7 uur 's avonds. Ja, en dan morgenavond heb ik mijn 20 weken echo, dus heel spannend. Ga nu naar mama, eventjes de tuin, even wat drinken. Spullen afzetten voor morgen alvast, goed een hoop voor die honden. En dan ga ik richting huis, want jij is ook vrij vandaag. En het is alweer 4:15 en ik zou misschien eerder thuis komen, maar dat is niet gelukt. Ja, het is een half uurtje. Ja, oh, ik ga het. Ik weet niet als je dat doet. Sorry, ik schrik me dood. Maar ik ook. Dus wij zijn een half uur eerder thuis. Ja. Ja, Stinky zit dus altijd graag in je nek tijdens het autorijden. Zit gewoon maar niet tijdens het autorijden, wel als ik rij, maar niet als jij. Ja, gewoon als we in de auto zitten, dan gaat dan gaat Stinky gewoon lekker in mijn nek liggen, want ik rij meestal niet. Nee. En dan blijft hij gewoon de hele weg zo liggen. Dat vindt hij gewoon heerlijk. Kan hij alles zien, ligt hij lekker. En ook alles in de gaten houden. Kom maar. Kom maar dan. Wat zijn we momenteel bezig? Nou, ons inkoopseizoen beginnen we ons volgende week. Dus vandaar dat het ook wat drukker is momenteel. Want een hele nieuwe collectie komt binnen. We zijn een nieuwe collectie aan het shooten, in het systeem aan het zetten, voorbereiden. Ja. En aangezien wij normaal gesproken altijd in oktober de zomercollecties gingen shooten. Ja. Op locatie, maar ook überhaupt doen we het nu in Nederland. Kan natuurlijk niet, dat ben ik bijna uitgerekend. Ben ik 8 maanden. En al onze samples zijn in maat S. Aangezien dat we dat gewoon anders hebben. Onze huidige maat was. Dus anders moeten we alles in maat L gaan aanvragen. En dat is een beetje zonde van het geld. Dus wij gaan... En ik zit ook niet te wachten om 8 maanden zo'n buiten shoot hoor. Nee, dus wij gaan vanaf volgende week ook al de zomer shooten. Omdat we het dus al binnen hebben. Ja. En dat is dan voor volgend jaar januari. Dus eigenlijk lopen we mega voor. Dus nu hebben we het heel erg druk. Maar straks in januari scheelt wel een hoop shootstress. Dat zeker. En we hebben al de locatie gevonden. In de vorige week vlog hebben jullie dat gezien. Dus als je dat hebt gemist, moeten jullie heel even onze vorige week vlog bekijken. Zo, is hij laden, is hij in loading. Het is vandaag 7:15. Dus vandaar dat mijn hoofd er nog zo uitziet. En de kleine baby geeft heel veel hormoontjes af. Want ik heb nog nooit zo rommelige huid gehad als nu. Maar ja, ik ga toch lekker in de make-up. Ik wacht nu op Jill om haar op te halen. En dan brengen we even een hondje naar mama. We blijven vandaag bij mama oppassen. En dan gaan we door naar de make-up en haar. En dan gaan we naar Amsterdam met 30 graden en de wintercollectie aan. Maar ik heb echt op alles voorbereid. Ik heb deo, smintjes, kauwgom, eten, drinken. Dat we maar niet flauw vallen en uitdrogen. Dus het moet goed komen. Wacht nu even op shoot. Tot straks. Oké, Marie en ik hebben een shootdag achter de rug. Ik had hoofdpijn. Marie heeft... Oh, ik lijk al kaal zo straks in mijn haar laag. Marie heeft de pijn afgehaald. Ik heb nog even op laten zitten, want Mike vindt altijd wel een feestje als een klont thuis komt. Even een alter ego. Mijn alter ego. Ik noem mezelf nu Svetlana. Ja, dus eigenlijk... Hoe zet je bril op? Kan je make-up niet laten zien? Oh ja. En we hebben prachtig make-up door Harley. En ons haar is helemaal ingevlogen door L'Ambiance. En het spruik is weer van Weird Hair Online. En we hebben de hele dag geshoot in Amsterdam omstreken. Het was bloedheet. Bloedje heet. We hebben wel in de Bijenkorf voor een tasje gekocht. Want die wilde ze eigenlijk al heel lang hebben. Maar hij was steeds uitverkocht. Dus die gaan we haar zo geven. Want ze wil toevallig vandaag langskomen. Dus dat was echt pure mazzel. Ja, we gaan nu even onderweg naar mama. We zijn nu onderweg naar mama. Gaan we even lekker relaxen en helemaal niks doen. Het is inmiddels 6 uur en wij zijn kapot. Kapot. Hoe mooi is dit make-up? Zelfs van onderen ben ik nu mooi. Zoals je voorlaat. Ja hoor, je wil. Tuurlijk. De rijmsauto, ja. Ja, aan de kant. Ja. Wat nou? Kijk even hoe ik eruit zie. Maar ik zie er een beetje uit. Zien jullie er goed uit? Daan antwoordde net op een berichtje. Hij zegt, oh mijn god. Over je tas. Ja, Romee is blij met de tas, hè, Mea? Heel blij. Heel blij. Zo, wij zijn nog nooit met de drie op dinnerdate geweest. Nee, eens moet de eerste keer zijn. Gezellig. Maar ik net tot ziens. We kennen elkaar ook helemaal niet. Nee, ik ken je nog helemaal niet. Nog helemaal niet goed. Met al 9 maanden bij Sjoel, maar ken jij niet. 9 maanden. Ja, inderdaad. Rare gozerd. Zo, daar gaan wij. Ik moest van Marie vloggen, dus ik heb gewoon besloten om de camera gewoon steeds aan te houden. Gezellig. Lachen, maar hij komt dichterbij. Hi. Maak een foto. Thumbnail. Je wordt de thumb. Zo. Wij hebben mazzel. Er staat een rij. En Shield ziet gewoon ineens deze. En wij. Ga je weg? Ja, wat dan? Gaan we gewoon lekker hier zitten. Woehoe. Gezellig. Hoe lekker. Zo aan het strand. Het is toch heerlijk, hè? Wat een mazzel hebben wij. Helemaal. We zijn aan het eten, maar ik was het eigenlijk vergeten te filmen. En we zitten weer aan de burgers. Net Ibiza. Kijk hoe mooi het zonnetje is. We hebben heerlijk gegeten. Echt heel lekker. Super vol. We gaan nu even lekker bij mama. Nog even een koffietje doen. Gezellig. Maar dit is toch net een buitenland, zo? Drie musketeers. Drie musketeers. Kijk hoe druk het nog is overal. Het is bizar. Helemaal allemaal één familie. Ja. Dit is toch niet normaal? Hoe lekker. 2 liefdes. Heel leuk. Love them so much.
in Amsterdam. Daar zien jullie niet heel veel over. Aangezien dit dus ook de nieuwste collectie is wat wij hebben geshoot. Ja. En dat mag helaas nog niet worden gepubliceerd. Dus we hebben er wel een heel leuk filmpje van gemaakt. Dat we later gaan uploaden door Peggy. Maar wij gaan wel binnenkort alvast beginnen met onze nieuwe collectie te posten. Het komt namelijk meestal in augustus binnen. En meestal zijn we een maand van tevoren. Ik ga rommel lachen, Frink. Ik ga rommel lachen. Ja, er zijn die dingetjes bij elkaar, hoor. Twee kale kippen. Dus ja, eigenlijk is dat de reden waardoor jullie nog niet zoveel van de shoot hebben gezien in Amsterdam. We waren er wel de hele dag mee bezig, maar Peggy heeft dit dus gefilmd. Dus we gaan het wel posten. Ja, we hopen binnen twee weken. Ja, ik denk midden juli gaan we jullie helemaal gek maken met de nieuwe collectie. Het is echt namelijk geweldig leuk. En alles staat ook nog super leuk als je zwanger bent. Dat kan ik natuurlijk nu zelf ondervinden. Dus ik heb nu ook echt alle tips en tricks voor als je zwanger bent. Welke maat je nodig hebt en hoeveel stetsje je zit. Dus het was wel heel erg leuk dat je het verschil tussen ons beiden ook ziet. Ja, het enige is, het was 30 graden. Dus het was wel onwijs warm. Het was bloedje heet. Iedereen liep gewoon lekker in een soort van bikinietje buiten. Wij liepen in een gewintje. En ze dachten echt van, wat zijn dit voor overdreven mensen. Maar het was ook meteen of onze collectie dan uitlekt meteen in Amsterdam. Ik denk wel dat mensen het hebben gezien. Maar omdat wij pruiken op hadden, zijn we toch wat minder herkenbaar, denk ik. En we zijn ook niet echt op de bekendste plek. Ja, wel de Dam. Maar het was heel rustig. Het was echt strand. Ja, door het bloedhete weer was er dus niet heel veel aan. En door corona sowieso ook niet. Nee. En we hadden niet echt stijls aan met heel veel branding. Dus ik denk niet dat heel veel mensen het misschien is opgevallen. Nou, we hebben in ieder geval geen DM-bericht gehad. Nee. Dat ga ik niet. Oh ja, Mike is onwijs fan van mijn blonde pruik. Ik denk dat hij dat gewoon heel grappig vindt. Gewoon een heel alter ego. Ik noem mezelf even Svetlana met een blonde pruik. En ik vind het zelf ook heel leuk. Dus ik moest hem ophouden tot ik thuis ben. Dan wil hij het nog even zien en daarom doe ik hem af. Ik heb toch altijd wel niet hoofdpijn, maar het voelt gewoon... Auw! Hij is even goed gebijt. Het voelt gewoon wel wat strakker aan. Oh, hij heeft precies zo'n velletje. Wat doe je dat nou? Hij heeft lekker... nooit gedaan. Hij dacht lekker stuk. Heb je een gultje op of zo? Hij wil dit stukje pakken van mijn truitje. Oké, wat is dat? Ja, wat is dat? Hallo, hallo. Het is vandaag zondag. En Jamie en ik hadden echt een relaxed weekendje. Dus vandaar dat ik eigenlijk dit weekend niet zo heel veel heb. Wel ben ik echt in de kookmodus. Jawel. Ik heb namelijk al een brownie gebakken. En ik ben nu bezig met deze kokosmacronen. Daar had ik echt zin in. En wat ik ook al heb gemaakt, maar dan als gezonde snack. Snickerballetjes. Met pindakaas en dadels. En chocola. Dus ik ben echt lekker bezig. Kijk hoe het met mijn kokosmacronen gaat. Nou, we zien het hoogste stap. Laat jullie zo even de volgende stap zien. Oké, het moest een zacht glad... Gezondheid. Beslag worden. Nou, dat is wel gelukt, denk ik. Wat leuk. Oké. Okay. Easy peasy. Kijk of ik jullie ergens kan neerzetten. Yes. Not best, let you know. Nou, dus ik heb hier mijn bakplaat. En nu moet ik dus met twee lepeltjes gaan verdelen. Zo denk ik. Ik heb eens overal zin in, dus ik ben alles tegelijkertijd aan het maken. En eten. Ik denk dat ik het zo doe. Hoe dan? Normaal gesproken maak ik dit nooit, maar hè? Dat zullen wel de hormoontjes zijn. Twee. Ik ben benieuwd hoe het gaat smaken dit. Nu 4. Keep you updated. Oké, het is me gelukt. Ik heb ze allemaal zo mogelijk, ver mogelijk van elkaar verspreid. En nu moet ik dus... Ik kan geen twee dingen tegelijk, merk ik al. Net onder meer van over 25 minuten gaan. Oké, let nu dus. Oké. Hopla. Tot straks. Erg mild. Het moet zo gaan worden, dus... In ieder geval één ding is in ieder geval gelukt, de brownie. Ook heb ik jullie verteld in onze vorige week vlog dat ik mijn kleed heb weggedaan. En ik heb nu een nieuw kleed, Keep Off. Dus dat staat echt al een stuk rustiger. De porseleintijger is ook weg. Ik heb nu een tafeltje, die wil ik eigenlijk verkopen, maar heb ik toch maar hier gehouden voor mijn droogbloemen. Deze heb ik met Valentijn gekregen toen we 10 jaar gingen, Jamie en ik. En die laat ik drogen. Vond ik wel een leuk idee, een leuke herinnering. En ik ga nu even de bank netjes maken, want nu ziet het er niet echt uit. Ik heb ook al mijn kleurkussentjes weggedaan. Want ik vond het allemaal te druk, niet Romee nu ook thuis. Dus Romee gaat van een rustig huis naar kleur en ik ga van een kleurhuis naar iets rustiger. Zal Daan ook blij mee zijn met mij. En mama, we hebben dus met mama ben ik naar de Albert Kuip geweest. Heb ik geen babystof gevonden, maar wel voor de bank. Deze te leuke tijgerprint. En het is dezelfde kleur als de bank, dus het valt ook wat minder op. En dan heb ik toch nog een printje. Dus het is wel wat rustiger in huizen, Reinders en Vlemant. Ook ben ik met de poten begonnen van de box en de commode. We moeten nog een laagje. En dan zijn ze heel mooi pink. Pink to make the boys pink. Dus dat is ook allemaal gelukt. Dus we zijn helemaal op schema, hè, jongens. Mijn kale kippetje. Heel veel vroegen ook af waarvoor Frankie nou zo kaal is. En helaas heeft hij ook black skin disease. Dus nee, ik heb het niet afgeschoren. Hij is niet ziek. Hij heeft er zelf gelukkig geen last van. Chemische castratie helpt. Maar hij heeft net zijn knie geopereerd. Dus dat kijken we eventjes wel wat later aan. Frank, doe je zo fijn tegen je zus. Sjerietje. Hallo.
mama die heeft ook nog haar 20 weken echo gehad. Wil je daar wat meer over vertellen? Ja, daar was ik best wel zenuwachtig over. Vooral omdat je natuurlijk hoopt dat alles gezond is en alles goed. Maar dat was gelukkig... Nee, ik liefde op hem opeens. Ja, hè? Feels over. Het was eerst Frankie. Ja, maar nu is hij wel heel lief, hè? En dus alles is gelukkig gezond. Dus nu ben ik iets meer van de zen en meer van genieten. En ik kan wel even een update geven. Want de baby ben ik. Hij blijft gewoon. Ja, dit is toch geweldig. Dus het is toch wel een bescheiden... Ja, moet juist achter me staan. Voor het licht, denk ik. Een bescheiden buikje. Nou, voor 5 maanden. 5 maandjes. Wel heel netjes. Dus dat is wel heel erg leuk. Ook zie jij mij trouwens in deze week vlog koken. Ik denk dat het ook een beetje de hormoontjes zijn. Dat ik opeens heel erg kokoskronen ga maken en brownies. En mijn huis anders wil. Dus dat is wel heel grappig dat ik dat onbewust zelf niet door heb. Maar wel anderen om me heen. Ik maak nooit kokoskronen. Ik heb het ook volgens mij nog nooit behoefte aan gehad om dat te maken. Ik vond het ook even. Eeuwjes, ik heb het niet geproefd. Ja, moest je zo even proeven. Dus ja. Eigenlijk in deze week vlog ik ons koken. En volgende week vlog zie je denk ik ook het eindresultaat van de jurk die ik uiteindelijk heb uitgekozen bij Bloemingveld. Ja, en we zitten nu gewoon met het mooie weer gewoon ook heel veel op het strand. Dus dat is gewoon lekker naar werken om lekker op het strand te zitten. En ook gaan we, zie je volgende week voorbij komen dat ik een pedicure ga volgen met Loesje voor mijn nageltjes. Sjoel gaat naar mijn supporter uit eten gezellig. Dus we hebben wel weer heel veel leuk beeldmateriaal voor jullie. En dus, ook zo wel meer. Blijf abonneren. Deze top is trouwens in de ziel. Dat is wel leuk even om te laten. Ja, deze draag ik echt heel veel. Eigenlijk de off-shoulder Lurex top. En nu heb ik het heel leuk gecombineerd met Unique label lookje. Ja. Is een leather lookje. Fake leather. Fake leather. En ook in het creme. Eigenlijk ook in het creme. En dan met mijn creme schoenen. Ja. En dit topje zit heel veel stretch in, dus ik krijg ook een vraag als er een M is, past het ook, maar dat kan makkelijk. Dus de S, maar het is meer ook de voor de lengte van de top. Ik was ook de L, het is net hoe strak en hoe lang je het wil dragen. En wat ik aan heb is uitverkocht, maar daar hebben we nog wel heel veel vraag naar. En het komt gewoon februari weer terug. Dus be quicker, be fast before it's sold out. Ook voor de wintercollectie. Dus vonden jullie dit een leuke weekvlog? Hopen wij wel, we hebben ons best gedaan. Dan blijf abonneren, duimpjes, blijf kijken en blijf subscriben. En want we hebben bijna de 5000 abonnees en dan gingen we een leuke winactie doen. Dus. Dan gaan we wel zo'n leuke winactie. Volgende week zie je trouwens ook hoe wij ons huis verzorgen met het nieuwe product van Glen Glow. Was ik even vergeten. Oh, een glanzend stralend huintje. Dag. Fijners.